Een hele goede morgen, dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe weekvlog. Mijn naam is Mark en dit is de nieuwe weekvlog van deze week. Ik ben net wakker. Het is bijna het is 5:30 geweest en ik ben net koffie aan het zetten. De douche loop. Douchen en dan scheren. We gaan beginnen aan een nieuwe werkweek. Zo, dames en heren. Ik ben weer klaar met lekker met werken. Het is mooi weer. En ik heb een nieuwe toevoeging aan mijn... Dat gastje, een mooie bankzetje nu. Ik hoop dat jullie hem een beetje kunnen zien. Het is een beetje, de zon staat een beetje in mijn gezicht, dus ik kan niet goed zien of jullie het kunnen zien. Uitpakken. En ja, ze hebben een kussen zingen buiten, dus ik heb kijken of, hoe die zit. Het was nog slecht weer, dus ik kon niet echt, zitten nog. Dus we gaan even zitten, net naar binnen. Zo, ik zit lekker hier in de tuin, eventjes chillen. En dan gaan we zo even wat doen. Even omkleden en dan misschien even langs bij je huis. Misschien even niet meer geweest, dus misschien even langs. Straks zullen we zo boodschappen afhalen bij de Jumbo. En ja, en dan eind van de week is 5 mei. Dat is ook wel leuk. Altijd feestje in Wageningen. Dus ja, komt leuk aan dingen aan. Ik ben weer lekker buiten geweest. Je hebt ook een wat lekker even in de zon gezeten. Ik heb mijn skiers aan. We gaan een stukje skiederen. Ik heb deze mee, dus ik kan je beeld ook zien. Ik heb geen bescherming aan, dus maar ik heb niet echt bescherming geskielen vroeger. Dus, maar het gaat wel goed, maar anders heb je het op beeld, zoals ik val. Maar we gaan even een stukje skiederen. Ik doe altijd veiligheidsbescherming aan, ook al als ik het niet heb. Dus zo, dames en heren, gaan we even lopen naar het jong, naar de bijhuis. Ik heb lekker skiën net. Let's go. Zo, dames en heren, ik heb lekker even gegeten hier, lekker pasta. We gaan zo over 5 minuutjes even naar richting Jumbo, even de boodschap ophalen. En dan is de rest van de avond lekker op de bank chillen. Zo, het is weer een nieuwe dag. En ik ben net klaar met werken. Het is dinsdag alweer. En dan ga ik even wat drinken. Dan gaan we gewoon even kijken wat we gaan doen. Ik heb nog geen plannen voor vandaag, maar kan ik zo nog maken. Ik doe even de gordijnen open. Zodat er een beetje licht binnen kan komen. Ook wel fijn, dus ja. Zo, dames en heren. Ik zit weer lekker op de bank. Ik had lekker gewerkt straks. En, ik ben even zitten Skyline spelen en even aan het eten. Lekker boerenkool met worst. Lekker. Daar heb ik even zin in. En, na het eten is een beetje gezakt, dus gaan we lekker even een uurtje sporten. Dus dat gaan we doen. Dus ja, tot zo. Zo, dames en heren. Eten is op. Het is tijd om te even te gaan sporten. Dat gaan we doen. Dus zie je zo van alweer. Tot zo. Zo, dames en heren. Ik ga even livestream kijken van Fortixon. Ik heb net lekker gesport. En ik zit hier lekker op de bank. Een half uurtje gesport ongeveer. En de televisie staat aan, want ik ga lekker Ajax kijken. De Champions League, dus ga ik even doen. Lekker. Tot zo. Zo, dames en heren, het is weer een nieuwe dag. Het is alweer wel avond. Het is woensdag. En ik heb lekker pasta gemaakt. Ik heb vanmorgen gewerkt. En ik ben nu lekker aan het eten. Eten voor vandaag en morgen gemaakt. En dan gaan we zo nog even wat vuilnis wegbrengen naar de, afvalplek. In ieder geval kan wat dingetjes opgeruimd hier in huis. En wat een beetje muziek aan het luisteren. Dus we gaan nu even lekker eten. We gaan misschien nog even een ijsje op de terugweg halen als we meteen. Lekker als toetje. Lekker. Ja, we gaan genieten. Eet smakelijk. Zo, dames en heren. Ik heb even vuilnis weer gebracht. We gaan even naar de markt lopen. We gaan daar even een ijsje halen. Het is nog vroeg, dus we gaan even een stuk lopen. Dus daar gaan we. Brandweerauto van achter mij. Mooie respect natuurlijk.
Zo, dames en heren, heb ik een ijsje, lekker chocola met citroen heb ik. We lopen dus richting lekker de haven toe. Ik kom op en dan ga ik dadelijk even zitten. Even lekker even een stukje lopen. Ja, dan doen we dat dus. Mijn op. Hij zal weer verder lopen. Ik ben hier bij de uitwaarder van Wageningen. Eigenlijk, hier kom ik altijd als ik even lekker tot rust wil komen. Ja, niks aan mijn veel. Dan kom ik graag. Ja. Aan de natuur is het voor mij de medicijn om even tot rust te komen. En ja, dat is toch mooi toch, Nederland zo. Veel gras natuurlijk en veel mooie boompjes. Al die dierengeluiden die je hoort. Dat maakt het wel interessant. Yo, dames en heren, ik ben al op weg richting mijn huis aan het lopen. Ik vind deze beeld net zo tof als we te zien zoals ik zo verwandel. Ik wil een duimpje omhoog en dan maak ik ook zo goed. De video is super leuk. Ik loop nog even hier, een stukje nog richting huis. Dus ja, heb ik toch even weer een sportief gelopen vandaag. Vandaag. Ik ben weer lekker thuis, heb lekker appeltje. En ik ga lekker YouTube lopen kijken. Ik heb zo'n 10 kilometer gelopen vandaag weer. Lekker. Elke dag weer een kilometer of 10 gelopen. Afgelopen dagen. Dus ja, dat gaat de goede kant op in ieder geval. Nou, ik ga nog even lekker YouTube kijken. Ik zie jullie zo meteen weer. Tot zo. Ik zit nu nog lekker thuis. Ik wil lekker kaarsje steken. Ik doe deze weg. Deze. Die is bijna op. Dan gaan we deze grote aansteken. Die is wel mooi. Die gaan we daar neerzetten. Dat is wel erg, maar wel mooi. Dan wordt het plastic hier eraf. Dat hoeft niet te verbranden. Dan gaan we ze aansteken. En ik ga nog even lekker spelletjes spelen op de laptop. City Skylines, denk ik. Dus dat gaan we doen. Zaterdag en zondag wordt het een leuke dag. Ik heb iets meer te vloggen voor jullie. Ik heb een perskaartje voor 4 en 5 mei. Dus dat betekent dat ik eventueel bij het persvak kan zitten met Dave Verlee. Met 4 mei. Met de dode herdenking en de vredesvuur. Dus daar wil ik allemaal aanwezig zijn. Dus je moet vroeg naartoe. Ja, een beetje op tijd in ieder geval. Voor de doodherdenking. Dus dat is ook een mooi moment voor ambulance. doodherdenking dan en de vredesvuur. Zondag het bevrijdingsfeest hier in Wageningen. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Misschien wel leuke dingen kan doen met die perskaart. Dat zou mooi zijn. Dus blijf in ieder geval kijken. Dat toch zijn. Het is pas woensdag, dat weet ik, dus maar het is een paar dagjes nog. Dus ja. Nou, gaan we even City Skylines spelen. Tot zo. Zo, dames en heren, en welkom bij een nieuwe dag. Het is weer een nieuwe dag. Het is donderdag. Bijna begin van het weekend. Maar ja, morgen nog de laatste dag. Ik ben in Arnhem. We gaan even naar de winkel, even de Mediamarkt. Wil ik even lopen. Ik heb er zin in. Tot gauw.
Zo, dames en heren, ik zit weer in de auto, even straatupdate. Ik was bij de Mediamarkt om te kijken naar een vlogcamera. En ze hadden hem hier niet op voorraad, dus ik ga even kijken op een andere Mediamarkt, denk ik. Of ga gewoon naar huis en ga morgen kijken weer. Verder regent het, dus het is niet interessant om de centrum nu te lopen. Dus we gaan even gewoon een stukje rijden. Misschien dat ik naar een andere Mediamarkt rij. Ik had een leuke camera gezien die ik zou willen hebben. En dat wil ik dan gebruiken voor het vloggen. En in ieder geval voor aankomend weekend sowieso gebruiken met 4 en 5 mei. Dat lijkt me leuk. Ik kan daar iets mooi mee filmen. Ik hoop dat het geluid daar ook voor goed is. Dat zou mooi zijn. Dus ben ik even aan het kijken. Ik ga even auto rijden. Ik zie je zo meteen wel weer. Ik zie je zo meteen wel wat gebeurd is. Even een status update. Ik ben in Ede. Even kijken of ze hem hier hebben. Let's go. Zo, dames en heren. Het is helemaal gelukt hoor. Een nieuwe vlogcamera. Hier is een feit. Nou, hier is een vlogcamera. Dan kan je hier mooie foto's mee maken. Of mooie vlogs mee maken. Dus ja, gaat goed. Zo, dames en heren, daar ben ik weer. Ik ben lekker thuis. Ik hoop dat je mij allemaal goed kan zien. Ik heb vandaag mijn vlogcamera gekocht. De Canon EOS M50. En het is een systeemcamera. Dus dat is een mooie camera. En die gaan we even openen. Met een IS 1545 mm lens. Met een 3.5 en 6.3 lichtsterkte. Dus die gaan we even openmaken. Even kijken wat erin zit. Ik hoop dat je hem goed kunt zien zo. Het tasje wat erbij zit. De tas. En de camera. Ik doe het wel deze niet. Lensdoekje bij. Allemaal boekjes die we niet gaan lezen. Kijk. Geheugenkaartje, altijd handig. Een mooie bandje voor je pols. De lader. Waar de accu in kan opgeladen worden. De batterij. Hier zit een lens in. En de camera. Nou, de doos is leeg. We gaan hem uitpakken. We doen hem naar de lens. De lens. De camera. En natuurlijk de batterij, ook handig. Even kijken of die gelijk stroom heeft. Geheugenkaartje. Ja,
kijken. Ik denk zo. De lens erop. Dat is hem. Ja hoor, hij doet het. Gaat hij eerst of dat ding weer invullen. Ga ik even doen. Dat is hem, de vlogcamera. Dan kan ik nu vanaf nu hallo dames en heren en super tof dat je weer kijkt naar een goed nieuwe weekvlog. Mijn naam is Mark en dit is vanaf nu de vlogcamera. Dat is wel erg mooi. Zo, dames en heren. Ik vlog nu nog met mijn telefoon nog. Voor mensen die u afvragen. Ik heb de batterij in de lader gestopt van de nieuwe vlogcamera. En ik ga lekker eten. De opwarmen in ieder geval. Wat ik eerst nog gemaakt heb. Dus gaan we lekker eten. En dan zie je wel wat vanavond te brengen. We kunnen morgen misschien nog even lekker met de camera weg. We kunnen mooie foto's maken, mooie filmpjes maken. Dus er komen heel veel leuke dingen aan. Dus ja, blijf volgen. Zo, dames en heren. We gaan even lekker naar buiten. De camera is lekker opgeladen, dus neem mee. Gaan we even mooie foto's maken en daarmee proberen mee te vloggen vandaag. Proberen een fotootje te maken. Dus ja, het is nog wel lekker, dus dat kan nu. Dus laten we. Lekker even ijsje aan zo meteen. Oh, lekker. Dus misschien nog even een boodschapje meenemen ondertussen. Lekker voor vanavond. Dus ja. Dus ja. Ik ga dan over naar deze camera. Dus alle beelden die ik nu maak, komen daar hier vandaan. Heel veel kijkplezier. Zo, dames en heren, ik ben hier bij de 5 meiplein. Hier gaat het vanaf 4 mei de vredesvuur beginnen. In ieder geval het bevrijdingsvuur van Wageningen. En dan vanuit hier, van het Hotel de Wereld, die achter hem staat, daar is ooit de vrede getekend van de oorlog. En 5 mei 1945. Dus ja, dat is wel heel mooi interessant. Ik ben hier van het lopen nog. Hier zie je een standbeeld achter mij. Heel mooi, natuurlijk. Zo, ik ga een stukje proberen naar de arboretum te lopen. Even een stukje lopen. Er zijn heel veel mooie bloemen die ik al even kan fotograferen. En laat ik ze meteen zien in de beelden. Dus ja, dat ga ik even doen. Ook even leuk op doen. Ja, gaan we weer verder lopen.
dames en heren, ik kom aan op de Abretum. Ik ga even een rondje lopen daar. Ik denk dat we een mooie beelden kunnen maken hier. Dus ja, daar zijn we. Abretum. Dit is leuk rijden, mensen. Leuk. Zo, dames en heren, ik hoop dat je een beetje geniet van mijn plaatjes. Ik in ieder geval wel. Ik ben best wel tevreden op de camera. Misschien hoop dat ik iets van macro lensje. Dan kan ik net iets dichterbij komen. Ik kan net niet genoeg bijkomen nog. Ik moet nog een beetje spelen met de camera, hoe die allemaal gaat werken. Dus ja, vandaar. Ik loop nog een stukje verder. En dan loop ik zo weer richting de supermarkt. Anders is die zometeen dicht. Dat wil ik ook niet hebben. Dus dat gaan we even doen. Het klinkt heftig, al die sirenes hier omheen. Kom je in de natuur voor rust, dan krijg je dit. Ik hoop niks ernstig. Zo. Ik ben even hier geweest, nu loop ik terug naar de uitgang. Dan loop ik even naar de winkel. Albert Heijn denk ik even wat lekker, iets lekkers halen voor vanavond. Dat ik bij de, lekker even op de bank mee kan zitten. Ik heb wel zin in. Dus we gaan even terug naar de uitgang. Dus ja, ik hoop dat je het tof vindt. Doe een duimpje omhoog. Super tof vinden. En het lijkt me leuk een keer zo'n serie van te maken met allemaal foto's. Dus vind je dat idee ook leuk? Dan doe een duimpje omhoog of een i'tje. En doe een serie maken van fotografie op mijn kanaal. En misschien is dat ook leuk dat jullie er ook meer mee kunnen doen aan zulke dingen. Dus ik maak een mooie foto van iets. Ik doe maar een opdracht bijvoorbeeld. Ik wil een hele mooie foto in geel bijvoorbeeld. Ik maak 5 foto's met geel, bijvoorbeeld. Lijkt me super leuk. En dan, ja, kijk wie de beste, wie de mooiste, creatiefste foto maakt, weet je wel. Kan met bloemen zijn, kan met mensen zijn, of een, van alles. Weet je wel, lijkt me wel super tof. Je hoeft niet een hele mooie camera te hebben, je kan met een smartphone ook al heel mooie foto's maken tegenwoordig. En filmen. Maar ik ben tevreden met de camera. Nou, tot zo als ik thuis ben. Ik ben weer lekker thuis. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebt van deze dag. Ik in ieder geval wel. Ik heb een nieuwe aanwinst erbij. Super tof. Ik heb een stukje lekker gewandeld. Dat is ook weer lekker. Morgenochtend weer vroeg op voor het werk. Nog 1 dagje werken en dan is het weekend. Ik ben wel van plan te doen, maar ik weet niet of ik ga doen zaterdag. Ik wil zaterdagochtend misschien met de trein weg, maar dat weet ik niet zeker. En dan s'avonds, nu of acht, is de dodenherdenking. Dan wil ik daar aanwezig zijn hier in Wageningen om dat te filmen. Dus ja. Zo, dames en heren, ik lig weer lekker in bed. Morgen weer een nieuwe dag. Ik wil jullie bedanken. Graag tot morgen. Een hele goede morgen, dames en heren. En super tof dat je weer kijkt. Het is weer een nieuwe dag. Het is vrijdag. En ik ben zo klaar om te gaan werken. Dus gaan we zo doen. Een beetje drinken. En als we drink op hebben, gaan we. Verder vandaag weet ik niet wat we gaan doen nog. Zie je me wel. Blijf gewoon kijken. Blijf gewoon kijken, dan zie je het vanzelf. Het is bijna 6 uur. En ik moet tot 1 uur werken. Dus oh, dat valt wel mee, toch? Dat zo.
Zo, dames en heren, ik ben aan het werk aangekomen. Ik ga lekker werken. Tot zometeen. Zo, dames en heren, ik ben weer thuis van het werk. Ik ga zo meteen even een middagje editwerk doen van deze vlog. Morgen ga ik heel vroeg uit. Morgen moet ik sowieso mijn auto verplaatsen. Want met 4 en 5 maart mogen hier geen auto staan. Dus dat moet ik even doen. En ik wil morgenochtend met de trein weggaan. Dus morgenochtend heel vroeg op. Dus kan ik even wat treintjes pakken weer. Ik heb zo'n kaart nog van de Albert Heijn. Dus dat wil ik gaan doen. Morgen ochtend. En dan tot nu of 5 en weer naar huis. Thuis zijn ongeveer. Want dan moet ik in ieder geval de bestanden die ik dan gemaakt heb met de vlogcamera opzetten op computer. Want s'avonds moet ik, bij de dodenherdenking en de vredesvuur filmen. Dus dan moet ook wel weer erop natuurlijk. Dus het wordt een krap dagje, maar wel een leuk een hele dag met veel vlog. Lange vlogdag wordt morgen. Maar wel super leuk. Dus blijf kijken. Ik ga nu even wat lekkers pakken, wat eten. En dan gaan we editen. Een hele goede morgen, dames en heren. En super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe weekvlog. Mijn naam is Mark. Nogmaals, het is een nieuwe dag, het is zaterdag. En vandaag ga ik beginnen met een treinreisje. Tour de Nederland. En in dit geval Zuid-Nederland. Ik ga beginnen naar richting Limburg. Wil je dit zien? Ik ga deze vlog maken voor aanstaande zondag. Deze treinvlog. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zondag om 2 uur komt die online. Dus, vandaar. Dus, deze komt niet in deze weekvlog, want anders wordt hij te lang. Dat is niet de weekvlog. Vandaag moet ik nog filmen. Dat komt wel in de weekvlog. En morgen ook nog een stuk. Dus doen we dat. En dan de tour naar Nederland. En dan in dit geval Zuid-Nederland waarschijnlijk. Komt zondag 2 uur online. Dus houden we eraan. Zo, dames en heren van de vlog. Van deze weekvlog. Ik ben weer in Ede, Wageningen. Ik heb een hele leuke reis gemaakt vandaag. En ik ga niet zeggen waar ik heen ben geweest. Dat is niet leuk. Soms als je Instagram hebt en me volgt, maar dan kan je het wel zien. En dan weet je waar ik geweest ben. Aankomende zondag om 2 uur komt hij online. Ik zorg dat hij online staat. Dat is super tof. En nu gaan we op even naar mijn moeder toe. Even wat afgeven. En dan gaan we op naar Wageningen om de klaar te maken voor 4 mei. En voor vanavond. Dus dat gaan we nu doen. Dat komt gewoon in de weekvlog van vandaag. Dus denk toch wel wat voor de vlog van deze week. Maar in ieder geval, voor morgen komt die, wat ik vandaag heb gemaakt, komt zondag om 2 uur online. Houd het in de gaten. Zo, dames en heren, ik ben even thuis. Ga even gauw plassen voor we gaan. En ik ga gelijk door naar dodenherdenking. Dus dat gaan we zo doen. Tot zo. Zo, dames en heren, we gaan even kijken bij de vredesvuur. Dat is de afsluiting van deze dag natuurlijk. Zo. Heel verdrietig. Ja. Ik heb een hier staan. Ja, met de waar is. Ja, weet je, ik heb hem gebeld. Ook het verhaal van Ziba moet keer op keer verteld blijven worden. Het verhaal van beklemming van onvrijheid. Maar ook het verhaal van de trots, de kracht en de veerkracht van mensen. Ziba Nilian. De verhalen van de vluchtelingen lijken op elkaar. Iedereen. Het worden eindelijk. The body you take my rights away. Applaus voor Raymond van Hart Nederland. Mr. Raynard, thank you. You've come again here in Wageningen. I met you already this morning, this afternoon, on the festivities. And thank you for bringing the fire. And I put it on in a couple of seconds. Thank you very much. Please accept the flame of freedom. Long live freedom! Thank you very much, Mr. Lord. It's great to see you here again, still going strong.
alive. Okay, we hope, of course, you'll be here next year in 2020. That's Jubilee. God willing, I'll be here. Bet you. Thank you. Ik zie het bordje al staan. En via de burgemeester van Almere en via het lopersteam van Almere spreek ik alle lopers toe. Draag dit vuur met ere en breng dit vuur tot in de verste uithoeken van ons land, zodat wij morgen allen de vrijheid kunnen vieren. Als eerste. Want morgen vindt de start van Bevrijdingsdag plaats in Almere, Flevoland. Dus dat vuur moet er op tijd zijn. Heel veel succes! Dankjewel! En de volgende komt is uit Baren, de Vrijdingsfestival van Utrecht. En zij lopen met, jawel, 50 kinderen. Zo, dat was het vredesvuur. Ik wil allemaal jullie weer danken voor het kijken voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. En ik zie jullie graag morgen weer bij het bevrijdingsfeest. Tot morgen. Een hele goede morgen, dames en heren. En super tof dat je weer kijkt. Het is 5 mei. Het is de dag voor de bevrijding. En mijn dag begint met een ochtendje editen. Ik wil wat editwerk gaan doen. Dat ik vanavond niet zoveel meer hoef te doen. Alleen nog wat erbij hoef te schrijven. Zodat ik morgen de weekvlog kan uploaden. Dat zou super tof zijn. En dan zou ik zo super tof dat ik de Tour de Nederland met de trein ook af kan maken vandaag. Want als we dat klaar hebben, gaan we feest vieren met de bevrijding. Dus ja. Daar gisteren nog de 2 Bulse bollen op. Oh, waren zo lekker. Hebben we genoten. Ik ga even editen en ik zie je zo meteen wel weer. Zo, dames en heren, gaan we op pad. We gaan rondkijken hier. 5 mei, de bevrijdingsfeest. Let's go. Zo, dames en heren, ik ben weer even thuis. Ik heb lekker een patatje gehaald. Die ga ik lekker opeten. En dan zie ik wel wat ik zo weer ga doen. Even TV kijken. Dan ga ik even kijken bij de muziek. Ik weet niet of ik mijn camera mee ga nemen, dat weet ik nog niet. En dan ga ik gewoon vanaf mijn telefoon verder vloggen. Want ik zou het zonde vinden als het door een bio-OV gegooid wordt of dat dan ook. Of ja, iemand hem omstoot en hem kapot valt. Dat vind ik zonde, hè? Dus ik weet niet of ik nog verder ga vloggen met deze camera vandaag. Dus mij zie je zo gauw genoeg. Zo, dames en heren, ik ben even bij de markt geweest. Het was super leuk. Mijn moeder en Dirk en Kimberly was er nog even. Dat was super tof. Ik heb niet gevlogd tijdens de bevrijdingsfeest, want ik heb toch geen zin. Het is allemaal muziek die ik toch niet mag gebruiken. Dus ik heb nog geen zin om beelden te maken. Maar het was super leuk. Ik ben nu lekker thuis. Ik ben genieten van mijn avond nog. We gaan zo meteen nog even een wasje aanzetten. Mijn werkkleding dat even gewassen moet worden. Dus ik ga het zo even doen. Ja, en dat is het denk ik wel. Wat voor vandaag. Maar het was wel iets minder druk dan afgelopen jaar. Dus maar dat maakt niet uit. Het is nog steeds wel druk, meneer. Maar ja. Ik ga nog even tv kijken en dan zie ik je zo meteen wel weer. Tot zo.
Zo, dames en heren. Het is de tijd om naar bed te gaan. Ik val bijna in slaap hier, dus ik ga lekker slapen. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hoop dat jullie weer genoten. Blunder met blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden op de hoogste nieuwsvlogs en video's. En dan zie je gloednieuwe weekvlog volgende week maandag om 5 uur. En ik zeg tot volgende week. Dag.